Heel verdacht, heel verdacht, heel verdacht. Een arts van Artsen zonder Grenzen wordt naar Donker-Afrika gestuurd om iets aan geboortebeperking te doen. Daaraan gekomen blijkt er één opperhoofd te zijn en de rest alleen maar vrouwen. De arts is daar inmiddels 1 jaar aan het werk als er een blanke baby wordt geboren. Als het opperhoofd dit ziet, gaat hij naar de arts toe. De arts begint het flink warm te krijgen, want hij weet ook wel wat hij gedaan heeft. Hij moet nu wel hem iets heel overtuigend verzinnen. Hij neemt het opperhoofd mee naar buiten naar het weiland. Daar staan allemaal witte schaapjes en één zwart lammetje. Kijk, zegt de arts, het is gewoon een speling der natuur. Oké, zegt het opperhoofd, zeg jij niets over dat schaap, zeg ik niets over dat kind. Ja.